bijna aan de. Meteen allemaal recht op die trappen, sprinten naar die bocht. Dan meteen linksaf. En dan voor die folie plaatsen is zeker alles naar boven, maar Arne is nog niet zo ver weg. Nummer 69, 73 en 62 zijn voorlopig aan het vechten voor die tweede en derde plaats. Hier komt ook het nummer 66, Quinten. En dan 61 en 64 zijn de Jarne, de Meijer en Wachteurs. Het zit nog vrij dicht bijeen, de afstanden zijn nog niet zo groot. En hopelijk kunnen we dat zo behouden, dat maakt het alleen maar des te spannender. En het is Lantijn die daar eventjes een demarrage plaatst voor die tweede plaats. En dan gaat hij op zijn eentje op zoek naar Arne Vrachten. We zijn benieuwd. Om die beklimming aan te vatten. De technische zone hier in de Russen hangt alles heel dicht bij heen en daar is nog heel veel mogelijk. Dat Arne al terug uit het bos is. Hij heeft die beklimming dan weer goed verteerd. Maar hij wordt toch op de hielen gezeten door Lander. Lander die toch wel iets dichterbij gekomen is. Maar ook achter hem wordt de strijd nog niet opgegeven natuurlijk. Daarom de schaap en dan wordt de bocht natuurlijk een beetje groter. En dan...
van Arne weer. Goed weer, kom op. En met deze zijn dan ook drie ronden afgelegd. Drie ronden. Hier komt Wacht weer.
Ja, de renner voor hem is nog niet zo ver weg, dus misschien kan hij die nog bijhalen. En dat geldt ook voor Pieter Jan, die misschien dan weer naar Wart kan toe rijden. Nummer 63, Jonas, die het al blijkbaar zeer warm heeft gekregen, want hij heeft zijn rits al opengezet. Drachten die aan de laatste meters de gaat starten. Kijken wat landen op jezelf vandaag. Nummer 1 voor vandaag, de nummer 68. Allemaal voor Arne Drachten. Maar ook een zeer dienstelijke wedstrijd natuurlijk. En verdiend op de tweede plaats Lander Diebaks. Fantastische wedstrijd gereden heeft. Dus de derde podiumplaats voor Toon van der Bos. Aan de weg, terwijl we hier Fabio ook onder de weg zien komen. Als ik goed geteld heb op een mooie vierde plaats. Met nummer 74. En ook nog eventjes wegreden hier van de man met nummer 67. Nou, de aanmoedigingen voor Dries van Bunt. Goede wedstrijd van Jarne de Meijer. Volgende die over de mee komt. De jongeman met nummer 76, Walter Hagen. En zo kunnen we de één weer welkomen hier. Bij het einde van deze afgerande wedstrijd, 14 jaar. En hier gaat het dan als voor de man van de streek. Prachtig reloop van Pieter Jan Vliegen. Nog al te hard gezeten voor nummer 63, Jonas Meijer. Ja, zet die handen maar in elkaar, want ook een dienstelijke wedstrijd voor nummer 65, Sander Lennes. En dan hier van Sport en Steun, het nummer 75 van de laatste. Wow. Ik zou zeggen op het hoogste trapje, maar hier is alles gelijk. Maar op de eerste plaats Arne Drachten. Wel, ik heb er net heel goede aanmoediging gehoord, maar nu hoor ik geen applaus voor deze mooie top 3 van vandaag. Gaan ze nog even overlopen. Op de derde plaats Toon van der Bos, tweede Lander Diebaks en op de eerste plaats Arne Drachten. Oké, mannen, big smile tot achter de oren. En dan mogen jullie even blijven staan, want dan zou ik ook nog graag de ook aan jou gedacht hebben, omdat je dat hier zo voor de eerste keer fantastisch georganiseerd hebt. Nu speciaal voor Noël ook een prijs, iets wat hij zeker gaat lusten. Le Peterman. Dat is heel graag. Hier. Voilà, dankjewel Noël. En dankjewel aan alle medewerkers, alle supporters en vooral aan alle deelnemers van vandaag.